Wij vrouwen worden niet geleerd om ruimte in te nemen. Wij moeten zachtjes praten. Wij mogen geen conflict hebben. Ik chargeer hier even. Op het moment dat je een sport gaat doen, waarbij je hele grove alfa-bewegingen mag doen, dat je agressief mag zijn, dat je hem gewoon neer mag slaan, rammen, en dan nog lekker door op mag gaan, dan doet dat iets met je. Die kant, die moeten wij vrouwen veel en veel meer gaan ontwikkelen. Ja. Goedenavond allemaal en welkom bij Weg met de Vrouwensport. Een samenwerking tussen de Bali en de Sportraad. Vanavond onderzoeken we hoe de sportwereld eruit zou zien als vrouwen de meerderheid zouden vormen in zowel de sportbesturen als op het sportveld. Ik ben Isabel Sheridan, programmamaker hier bij de Bali. Mijn naam is Rocky Heyakaya. Ik ben lid van de Sportraad en mag praten vanavond. Want we zijn bezig met een cultuurverandering. En een cultuur veranderen kost tijd, heel veel tijd. Als we dan even in het vrouwenvoetbal blijven hangen, dat is ook de sport die ik zo ontzettend leuk vind en zelf ook een beetje heb gedaan. Als we dan kijken naar de geschiedenis, hele korte, snelle geschiedenisles, 1920. De vrouwenvoetbal wordt verbannen in Engeland door de Engelse Voetbalbond. Voor die tijd waren er meer dan 20.000, 30.000... mensen die daar naar die wedstrijden kwam kijken. Dat was zo tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen kwamen de mannen terug van het slagveld en toen was het oké, dat voetbal is niet voor de vrouwen kappen. Dat heeft 50 jaar geduurd. In de jaren 70 werd die ban weer opgeheven. Mochten de vrouwen toch wel weer voetballen. Precies. En vervolgens duurt het weer bijna 50 jaar. In 2019 breken we record na record na record met het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. En wat je dus eigenlijk ziet is dat we nu in 2023 hebben natuurlijk het WK vrouwenvoetbal in Australië en Zeeland, waar ze ook al de stadions aan het inwisselen zijn voor grotere stadions, waar dus meer mensen naar het vrouwenvoetbal kunnen kijken. Je ziet eigenlijk dat als iets als vrouwensport de tijd, de ruimte en de investering krijgt, dan groeit het als kool. En voordat we dat gaan doen, gaan we iemand erbij halen die heel veel ervaring heeft met besturen. Want zij is de voorzitter van de Sportraad. Dat niet alleen, ze is fervent turnster geweest. Vroeger heette dat nog gymnastieken. En daarnaast heeft ze ook zelf ook echt sportles gegeven aan jongeren. Volgens mij was dat in Amsterdam-West ook, Nieuw-West, in Geuzeveld zelfs. En dat niet alleen, ze is niet alleen bestuurder dus op het sportvlak. En misschien is dit, vind je dit misschien stom dat ik dat zeg, maar ze is ook CEO. Er zijn heel weinig vrouwelijke CEO's in Nederland, maar zij is er één van. Bij LTP is het oudste psychologisch HR-adviesbureau van Nederland, dus ze weet ook van besturen buiten de sportvelden. Geef er een hard applaus. Hier is Ageet Telleman. Dankjewel. En waarom is het nou belangrijk dat we het over dit onderwerp gaan hebben vanavond? Ja, dit is een thema wat heel vaak terugkomt. We hebben als Sportraad ook meegeadviseerd. We ook een advies uitgebracht. We hebben een aantal mensen die hier ook vanavond zijn, zoals Marloes, maar ook Daphne Koster, geadviseerd. En dan merk je hoe moeilijk het is om toch het thema vrouwen en sport goed op de agenda te krijgen. Want voordat je het weet, ben je aan het bespreken hoe we meisjes aan het sporten krijgen. En dat we dan vooral sporten lief moeten maken, minder competitief. Mm-hmm. En ineens wordt het ineens anders. Sporten voor vrouwen en meisjes wordt ineens anders. Mm-hmm. Dus als je het aan mij vraagt, vind ik het heel mooi dat de titel is Weg met de Vrouwensport. Ja. Ik ben zelf heel erg gevormd door de sport. Heb daardoor ontdekt dat ik best wel competitief ben. En op het sportveld, want ik heb ook veel buiten turnen, ook heel veel gevoetbald op straat. En dat was volstrekt normaal. Maar zodra je competitief bent als vrouw op een ander terrein, dan moet je toch altijd een beetje uitkijken. Want voordat je het weet, wordt dat gezien als mannelijk. Of nou, je bent een beetje bossy. Maar op het sportveld is dat gewoon volstrekt normaal. En ik denk als de vrouwen in de sport normaal is en gewoon ook niet meer als iets aparts wordt gezien, dat dat ook normaler wordt. Dus dat zou mijn persoonlijke missie er wel mee zijn. Prachtige missie. Wij gaan volgens mij ook meteen in de wat cijfertjes duiken om eens even die nulmeting hier met jullie neer te zetten. Dus dank Ageet. Altijd leuk om even te kijken hoe het gesteld staat. En dan gelijk even kijken of mijn klikkertje werkt. Die werkt. Nou, heel mooi. Hier zien we eigenlijk de sportdeelname van vrouwen en mannen in Nederland. Dit is een meting uit 2021. Ik zie mensen foto's maken. Heel goed. Ja, mooi. En hier zie je eigenlijk dat het best wel gelijk opgaat. Dat is best wel positief. Worden we blij van. We gaan eigenlijk, zijn we een beetje met wat positieve slides begonnen.
Ja. Want dit is een hoop informatie. Dit zijn eigenlijk alle de ledenpercentage per stadsdeel. Jullie kunnen natuurlijk ook lezen. Maar daar zie je eigenlijk wat hierachter hangt. Wat wel heel erg leuk is, is dat vrouwen in Amsterdam meer sporten dan mannen. En dat in principe mensen in Amsterdam gemiddeld meer sporten dan mensen in andere steden in Nederland. Lekker bezig Amsterdam en sowieso natuurlijk die vrouwen. Maar wat opvalt, wat erachter hangt, is dat als je dan weer kijkt naar die verschillende stadsdelen, vooral de stadsdelen waar ook de meeste aandacht naar uitgaat, Noord, Nieuw-West en Zuidoost, daar is het verschil tussen sportparticipatie, jongens en meiden, juist weer ontzettend groot. Deze week nog een onderzoek uitgekomen van het Mulier Instituut over meiden met een niet-westerse migratieachtergrond, dat die achterblijven in het bewegen. Je zou even heel zwart-wit kunnen zeggen dat die ook in deze stadsdelen wonen. Natuurlijk ook in Zuidoost en in Centrum. Maar goed, dat is natuurlijk wel een probleem. En daar moet keihard aan gewerkt worden op dat grassroots niveau. En ik zei het al, het wordt steeds erger. Want deze slide is wel echt om te huilen als we het hebben over vrouwelijke coaches, bondstrainers, die hoofdtrainers. En dan in het verenigingsleven zie je dat er wel wat meer vrouwen dan actief acteren. Goed, het wordt dus steeds erger. Hier 13% dus van die Tokio-spelen, dat waren vrouwen. En natuurlijk alleen maar bij de vrouwensport. Want stel je voor, een vrouwelijke coach in de NBA of bij het voetbal of bij het schaatsen of dat soort dingen. Bestuur, daar gaan we het dus ook nog over hebben. Jullie zien het. Het is niet best. Had het net al eventjes met Ageet erover. Ik vind het eigenlijk een beetje triest dit. Dus we praten wel doorheen, maar jullie zien het. Er is werk aan de winkel. En zeker in die toplaag. Want we zien het dat het sporten, dat is hartstikke leuk. De vrouwen sporten veel. We hebben bij het verenigingsleven best wel wat trainers. Maar dan daar waar de beslissingen worden gemaakt. En daar waar de cultuur wordt gebouwd. En waar kwaliteit wordt bepaald. Daar is dus het echt huilen. Zeg je dan huilen met de pet op? In Amsterdam zeg je gewoon dat het is gewoon hartstikke kut. Oké. Goed, hier hebben we dus weer hoge posities. Ik mag wel eens in het corporate leven ook een verhaaltje doen. En dan zit ik ook bij de CEO's of de CFO's aan tafel. Dan denk ik echt, wauw, dit is wel pittig zeg. Ik ben dan waarschijnlijk ook een token. Prima, als je maar betaalt. Nee. Als het goed is luisteren ze een beetje. Ze luisteren natuurlijk het meest naar Joris Luijendijk. Dat hij op hem lijkt. Goed. We gaan volgens mij naar iets heel leuks. Want dit zijn allemaal hele vervelende cijfers. En daar gaan we vanavond het verschil in maken. En daarmee beginnen we met onze eerste, woordkunstenaar, columnist in ieder geval. Gaat het over Marijn de Vries. Ze is wielrenner, voormaliger professioneel wielrenner. Dankjewel voor je mooie aankondiging. Ik zal mezelf nog iets meer introduceren, want ik ben inderdaad professioneel wielrenner geweest. Ik ben begonnen op mijn 28ste en op mijn 30ste ben ik een experiment gestart. Kun je nog profwielrenner worden op die leeftijd? Totaal uit de hand gelopen. Ik heb 6 jaar op het hoogste niveau gekoerst. Ik ben nu columnist voor NRC, sportcolumnist. Ik heb ook 7 jaar in het bestuur van de KNWU gezeten. Dus ik zit in deze cijfers. Yes. En ik ben op dit moment wielanalist voor Sporza, de Belgische televisie. En dit is een onderwerp waar ik me enorm mee bezig hou. 5 jaar geleden zou ik hier nog gestaan hebben met een pleidooi dat er meer aandacht moet komen voor vrouwenwielrennen. Dat de sport onterecht zwaar onderbelicht wordt. Dat de vrouwen uit het peloton te weinig betaald krijgen, te weinig prijzengeld krijgen, vaak wel 10 keer minder dan hun mannelijke collega's. Dat er te weinig waardering is en te weinig oog voor de schoonheid van de vrouwentak van de sport. Dat de gelijkwaardigheid ver te zoeken is. Dan zou ik in discussies belanden met mannen die vinden dat vrouwen de aandacht en het geld niet waard zijn. Jullie hebben hem gezien. Marktwerking immers. Als er geen vraag is, komen er geen sponsoren, komt er geen geld en geen televisieaandacht. Dat zijn nu eenmaal de feiten des levens. Niemand is geïnteresseerd in vrouwenwielrennen. Zeur er niet zo over. Deal with it. Ik zou dan inbrengen dat dit wel erg simplistisch gedacht is. Dat de ondergeschikte positie van vrouwensport in het algemeen niet terug te brengen is tot marktwerking, maar dat het te maken heeft met hoe wij als maatschappij naar sport kijken. Ik zou proberen uit te leggen dat sport van oudsher een mannenbolwerk is. Vooral in de traditionele grote sporten als wielrennen en voetbal, die zo breed belicht en uitgezonden worden. Denk er maar eens over na. Zelfs in de taal werkt dat door. We hebben het over voetbal en vrouwenvoetbal. Wielrennen en vrouwenwielrennen. Dat is heel gek.
Want niemand heeft het ooit over atletiek en vrouwenatletiek of over zwemmen en vrouwenzwemmen. Waarom geldt dat voor wielrennen en voetbal dan wel? Dat zijn twee sporten waarin het heel lang heeft geduurd voor vrouwen het überhaupt mochten doen. En toen ze eenmaal mee mochten doen, werden ze beschimpt, belachelijk gemaakt en in een hoekje gedrukt. Vrouwen zijn er niet geschikt voor. Ze zijn niet zo sterk als mannen, dus het ziet er niet uit. Laat Oranje Leeuwinnen maar eens tegen een vierde klasse zaterdag spelen, daar winnen ze niet eens van. Dat ze Daphne Schippers nooit hebben gevraagd om tegen Usain Bolt te sprinten om te laten zien dat zij niks voorstelt, bedenkt vervolgens niemand erbij. Van voetbal en wielrennen moesten vrouwen afblijven. Dat waren jarenlang mannenzaken. Met niet alleen massa's mannen die het beoefenden en ernaar keken, maar ook louter mannen die clubs oprichten. Mannen die de sport sponsorden, mannen in besturen, mannen langs de kant die als journalisten over de sport berichten, mannen in de directies van kranten en televisiezenders die beslisten over uitzenden. Tot nog maar heel kort geleden was dat nog steeds zo. Hier en daar vond je wel eens een enkele vrouw, maar die werd alleen geaccepteerd als ze meehelde met de man in het bos. Want van een tegengeluid was niemand gediend en ik kan erover meepraten. Onbewust willen we vooral hetgeen zien waar we onszelf in herkennen. Dus dat mannen een grote voorkeur hebben voor het zien van mannensport is niet meer dan logisch. En op zich is het ook helemaal niet erg. Het zorgt er wel voor dat als beslissers uit louter mannen bestaan er niet gekozen wordt voor meer aandacht voor vrouwensport. Je moet je eerst bewust worden van het feit dat je als man onbewust kiest voor representatie van jezelf en dan kun je dat pas veranderen. Precies dat hebben we gezien de laatste jaren. Eindelijk hebben we ons gerealiseerd dat het best raar is dat vrouwensport zo lang onderbelicht is gebleven. En dat we dat in een samenleving met een publieke omroep die gelijkwaardigheid hoog in het vaandel heeft, en dus niet alleen marktwerking, echt beter moeten doen. Met de komst van meer televisieaandacht groeit de waarde van de sport voor sponsoren. Komt er meer geld, kunnen vrouwelijke wielrenners, ik houd maar even bij mijn eigen sport, fulltime atleet zijn, stijgt het niveau en worden wedstrijden interessanter om naar te kijken. Daardoor komt weer meer televisieaandacht enzovoort. In het wielrennen is de ontwikkeling de laatste jaren stormachtig en de Tour de France voor vrouwen afgelopen zomer is een echte gamechanger gebleken. Op het hoogste niveau kunnen alle vrouwen nu goed van hun sport leven, met uitschieters naar jaarsalarissen in de tonnen. Vergelijk dat met 5 jaar geleden, toen reed het grootste deel van dat peloton nog voor een broek en een shirt en als ze geluk hadden kregen ze nog €500 per maand bij. En dat niet alleen, ook de ploegleiders in de Women's World Tour zijn inmiddels ongeveer evenredig man en vrouw. In besturen en op managementniveau groeit het aantal vrouwen ook in het mannenwielrennen en ook op amateurniveau. Dat zorgt voor clubs met meer diversiteit, met daardoor meer oog voor andere zaken dan puur mannenzaken en dat geeft een gezonder en veiliger sportklimaat. Meer vrouwen in de sport, in alle lagen, betekent niet dat vrouwen en mannen hun speeltje afpakken. Het betekent een betere sport voor iedereen. We zijn er nog lang niet, maar hiervan doordrongen zijn is de eerste stap. En zover zijn we inmiddels gelukkig, zeker de laatste jaren groeit dit besef snel. Alleen vrouwelijke ploegleiders in de Men's World Tour, die zijn er nog niet echt. Maar ook dat kan niet lang meer duren. Ga maar na. Binnen 5 jaar zo stormachtig groeien, dan moet je wel iets goed doen in het vrouwenwielrennen. Daar kan het mannenwielrennen alleen maar van leren. De koersen moeten korter, wordt vaak gezegd, om het aantrekkelijk te houden. De ploegen moeten kleiner, wordt er dan aan toegevoegd, om de koers minder gecontroleerd te laten zijn. Precies hoe het vrouwenwielrennen er al jaren uitziet. Explosieve, onvoorspelbare wedstrijden op een steeds hoger niveau, met steeds meer interesse van sponsoren. Sterker, de return on investment is op dit moment in het vrouwenwielrennen het grootst, blijkt uit recent onderzoek. Voor elke euro die je investeert, krijg je relatief het meest terug. Steeds meer grote ploegen kiezen dus ook voor een vrouwenteam, want het zou wel gek zijn om op dit moment niet in het vrouwenwielrennen te stappen. 5 jaar geleden had ik hier gestaan om te pleiten voor een toekomst als hierboven geschetst. Nu die er sneller is gekomen en zich nog sneller ontwikkelt dan ik ooit had kunnen denken, is het tijd om de groep die ongetwijfeld in de verdrukking komt een beetje te steunen. Want zo ben ik dan ook wel weer. Hup, mannen wielrennen. Dank jullie wel. En dan wil ik ook heel erg graag naar voren roepen Marloes Koenen, voormalig MMA-vechter, drievoudig wereldkampioen, coach en analist. Ik wil ook heel erg graag naar voren hebben Delilah Amega, voormalig professioneel handbalster. Ja, welkom bij de persconferentie. Marloes, wil ik bij jou beginnen. Je zei ooit het volgende in Women's Health Magazine. Vechtsport, of beter gevechtskunst, heeft een stoere, agressieve en voornamelijk mannelijke connotatie. Zodra je met martial arts begint, word je gedwongen om een kant van jezelf te erkennen die je lang hebt weggestopt. Wat ik altijd zeg is dat in een mens zit zowel een schaap als een leeuw. En bij vrouwen wordt het lammetje heel erg gevoed, lekker dik vet gemest. En de leeuw wordt heel erg onderdrukt. En bij mannen is het precies andersom.
En ik weet niet hoeveel vrouwen hier nu met de benen over elkaar zitten. En hoeveel mannen lekker goed gedaan geeft. Er wordt spontaan bij het been gezet. Maar wij vrouwen worden niet geleerd om ruimte in te nemen. En wij moeten zachtjes praten. Wij mogen geen conflict hebben. Ik chargeer hier even. Mm-hmm. En daarom word je getraind. En dat vormt ook je denkwereld. Op het moment dat je een sport gaat doen, waarbij je hele grove alfa-bewegingen mag doen, dat je agressief mag zijn, dat je hem gewoon neer mag slaan, rammen, en er nog lekker door op mag gaan, dan doet dat iets met je. Ja. Er gaat een, wat ik altijd zeg, er gaat een luikje in je buik open, energie wordt gechanneld, en dat heb je nog nooit gedaan. Ja. En altijd als ik clinics geef, dan gebeurt altijd heel veel bij die vrouwen, want of ze beginnen te huilen, of ze staan... Want wat gebeurt in die clinics? Ja, wat ik doe is... Maar dat klinkt heel erg. Heel gaan mensen huilen? Nee, het is heel erg leuk en gezellig met mij. Want het moet veilig zijn. Maar wat er gebeurt, is dat er van binnen in die vrouwen heel veel gebeurt. Ja. En dat ze een kracht in zichzelf ineens... die overweldt hem helemaal, omdat ze daar nog nooit veel mee gewerkt hebben. Ja. En dat zorgt ervoor dat emoties loskomen. Nou, daar heb ik een hele filosofie over. Ga ik niet iedereen mee vermoeien. Maar die kant, die moeten wij vrouwen veel en veel meer gaan ontwikkelen. Ja. Om meer in balans te komen. En net zoals de mannen, die moeten een andere kant in zichzelf meer gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat bedoelde ik daarmee. Is dat ook herkenbaar voor jullie toen jullie de sport in gingen? Dat er ineens een kant van jezelf er wel mocht zijn die er eerst niet was? Ja, nee, in die zin is het denk ik wel heel erg te vergelijken. Omdat sport denk ik iets heel een soort van oergevoel ook in je oproept. En dat hele basale gevoel van sterker zijn dan iemand anders vind ik dus echt heerlijk. Ja. Maar dat is iets wat vrouwen niet wordt geleerd. Dat je dat gevoel waardeert. Ja. En ik merkte dat ik, toen ik ging wielrennen, ik ben daar pas later mee begonnen, dat ik daar dus iets in vond wat ik eigenlijk altijd al had gezocht. Ja. Maar wat nooit in mij is wakker gemaakt. Mm-hmm. En daarom sprak het me ook zo aan. Ook de ambitie die je kunt leggen in sport en in topsport. Ja. Die is grenzeloos. Terwijl ik in mijn loopbaan op dat moment voor mijn gevoel werd tegengehouden. Mm-hmm. En dat vond ik ook echt heerlijk. Ja, is het anders als teamsporter trouwens? Misschien wel, want je zit met een hele groep meiden al samen. En handbal is in Nederland sowieso al misschien iets meer een vrouwensport. Mm-hmm. Waarin we gewoon lekker mogen beuken en alles eruit durven te gooien, mogen gooien. Dus het is zeker een soort uitlaatklep. Is dat echt anders, denk je, dan teamsport met individuele sporters? Ja, ik ben echt een uber. Ik moet mij niet in het team stoppen wat dat betreft. Ja. Nee, ik denk dat er wel een bepaalde dynamiek ontstaat. Die als, kijk, ik heb alleen maar met mannen eigenlijk getraind. Dus ik miste op een gegeven moment heel erg die vrouwelijke energie. Dus als wij getraind hadden, dan stond ik in mijn eentje in de douche en dan hoorde ik door de muren heen. Dat zij lekker aan het keten waren. Dat zij lekker aan het keten waren. Dus bij mij was het vooral heel erg eenzaamheid. Waar zijn jullie tegen aangelopen als vrouw in die weg naar de top? Ja, mijn verhaal is natuurlijk een beetje gek. Ik begon als journalist en toen kwam ik in het vrouwenpeloton terecht. En we hebben het nu over 2010. Ja, per ongeluk. Zegt ook wel iets, want dat werd mij namelijk steeds gevraagd. Nou ja, wat zegt het nou eigenlijk over niveau van het vrouwenwielrennen dat jij zomaar mee kan doen? Ja. Dat vond ik altijd zo. Wat zegt het over jouw niveau eigenlijk? Nou, maar dat heeft best wel lang geduurd voordat ik dat durfde gaan antwoorden. Ja. Dat ik durfde gaan antwoorden, welke andere vrouw van 30 doet dit? Volgens mij niemand. En volgens mij zegt het meer iets over mij dan over het niveau van het vrouwenwielrennen. De voornamelijk mannelijke sportjournalisten die tot dan toe berichten over het vrouwenwielrennen hadden nog steeds een enorm vooroordeel. Van daaruit een peloton vrouwen met dikke konten en die hebben geen verstand van koerstactiek. En ik kwam in een peloton terecht met topatletes. Mm-hmm. Die ook op dat moment al bezig waren met echte ploegentactiek. En ja, de wedstrijden waren inderdaad eigenlijk nergens echt te zien. Maar die volledig leefden voor hun sport. En ik dacht, hoe bestaat het dat hier geen aandacht voor is? Ja. Het was ook een soort van journalistieke eye-opener. Dat ik dacht, hoe kan dit? En het voelde ook zo oneerlijk. Dat ik zelf dus ook niks wist over dat hele peloton vrouwen dat over de wereld bezig was. Ja. En toen voelde het ook wel een soort van als een missie. Van nou, misschien moet ik dan die verhalen gaan vertellen. Maar ik ben wel heel erg tegen aangelopen dat op het moment dat je dus aandacht gaat vragen voor ongelijkwaardigheid, dat je ook heel snel weggezet wordt. Oh, dan heb je dat zeikwijf weer met de ongelijkheid. Ja, daar is de maatschappij echt extreem goed in. Ja. Nou ja, op een gegeven moment ben ik maar vooral verhalen gaan delen. Want onbekend maakt onbemind was in dit geval ook echt zo. Dus ik dacht, nou, als ik dan die renners wat bekender maak, dan
hebben mensen misschien meer het gevoel van ik wil het gaan volgen. Ja. Maar zo gauw het dan weer ging over minder aandacht of minder prijzengeld, en daar probeerde ik ook wel over te schrijven. Mm-hmm. En dan was ik weer dat zeikwijf dat daarover kwam zeuren. Ja. Terwijl nu mijn mannelijke collega's sinds een paar jaar hier aandacht aan besteden, is het ineens een onderwerp. Ja, dat heet privilege. Dat bestaat. Nee, dat klopt. Ja. En dat is aan de ene kant heel irritant. Want ik vertel dit al 10 jaar. Aan de andere kant denk ik, ja, als dat dan nodig is om het serieus te nemen. Nou ja, voor de bigger picture. Heilige middelen toch ergens een beetje? Ja, vind ik wel. Delaila, is er iets waar jij echt heel erg tegenaan bent gelopen als vrouwelijke sporter? Waar ik vooral tegenaan ben gelopen is dat ik heel erg in een witte sportwereld zat. Mm. Dus dat heel erg qua verschil. En ook wel, ik had het toevallig vandaag met een vriendin over dat we gingen tellen hoeveel vrouwelijke coaches hebben we nou eigenlijk gehad in de afgelopen 10 jaar dat ik topsport heb gedaan. En dat waren er maar 2, dus toen kwamen we heel snel achter. Uit van de hoeveel? Uit, nou, elk jaar, na een half jaar werd een trainer er weer uitgegooid ongeveer. Dus, en we snel het doorlopen. Een heleboel, inderdaad. Dus heel veel mannen. En dat het dan toch af en toe wel eens lastiger is om jezelf te uiten of om problemen op te gooien van oké, ik ben ongesteld, ik voel me helemaal futloos. Dat begrip is een veiligheid altijd. Ook. Ja, en ga ik dat zomaar tegen mijn mannelijke coach vertellen? Ja. Dat is toch iets lastiger dan een vrouw die dat misschien sneller oppakt. Dus, ja, duidelijk. En zij ook als sporter van kleur specifiek? Ja. Want, ja, een vrouw van kleur heeft natuurlijk een andere ervaring dan een wit vrouw in een sportwereld. Ja, zeker. Het is toch wel allemaal best wel een hele witte sportomgeving, zeker in Nederland. Mm-hmm. En wat deed dat met jou persoonlijk? Nou, ik heb 6 jaar in Duitsland gespeeld. Daar heb ik toch echt wel te maken gehad met discriminatie. En dat ik anders word behandeld. Mm-hmm. Ik word aangesproken op mijn huidskleur en niet op mijn handbalkwaliteiten. We waren in Tsjechië, we hadden een wedstrijd. En iedereen, we stonden achter in de rust, dus trainer helemaal boos. En iedereen werd aangesproken, jij doet dit fout, jij doet dat fout. En Delaila, waar ben jij eigenlijk vandaag? Ik zie je niet. En dat is niet omdat het licht uit is. Iedereen werd dus aangesproken op, zijn handbalkwaliteiten. Ja. En bij mij werd het mijn huidskleur. Ja. Dus dat zijn dingen waar ik tegenaan ben gelopen wel. Dat snap ik heel erg. Ja. En dan Marloes, als we nog heel even naar jou gaan. Waar ben jij tegenaan gelopen als vrouwelijke sporter in topsportcarrière? Ja, ik ben compleet muur gebeukt door het seksisme natuurlijk. Alleen, het heeft me nooit gestopt. er is een fantastisch boek, Daphne Koster, die hier ook is. En ik ben helemaal fan van een mythe van breekbaarheid. En dat boek heeft echt mijn ogen geopend. En als je het boek hebt gelezen, snap je ook deze volgende anekdote. Nou, de UFC is de grootste MMA-organisatie van de wereld. MMA, Mixed Martial Arts, Dan Coy, vechten en je bent er. En die werd geleid door man. Nog steeds, Dana White. En Dana White zei altijd, er gaan nooit vrouwen in my cage komen. Want de division isn't deep enough en bla, bla, bla. De grap was, Strikeforce werd geleid door Scott Coker, ook een man. Alleen, dat was een martial artist. En die had in de dojo, want ik heb hem dat wel eens gevraagd, had hij ook veel met vrouwen getraind. Dus voor hem was dat doodnormaal. Dus hij had een hele stal met vrouwen. De organisatie werd overgenomen. Dus de UFC met al die contracten van die vrouwelijke vechters. Nou, toen kwam Ronda Rousey, we hebben hier ook volgens mij bij de foto's wel voorbij zien komen. Ja. Maar toen kwam ineens de W voor MMA. Toen heette het ineens Women's MMA. En al die jaren, ik ben de eerste vrouw wereldkampioen, dus ik ben er heel lang al bij. Al die jaren daarvoor heette het Mixed Martial Arts. Of in Nederland Free Fight, maar oké. En ineens, met de influx van vrouwen, gingen ze dat doen. Maar dat gebeurt altijd in de sport. Hè? Vrouwen kunnen maar 3 keer 3 sets tennissen. Wel 5 keer 5 minuten vechten, maar 5 sets tennissen kunnen we blijkbaar niet. De basketbalveldjes, die werden kleiner gemaakt. En dat is allemaal, en jij verwoordde dat heel mooi van, alsof wij een spelletje willen afpakken. Maar dat is allemaal om vrouwen, even klein in een hoekje. Dat dus. Ja. Dus dat was een van de dingen. En alle vrouwen die nu nog vaak sport, de elite, de professionals, die hebben het dus ook allemaal over women's MMA. Ja, jullie voelen me, dit is echt mijn frustratieding. Ik was er bij Erwin Hoani in 2010. Whatever. En hij is de grootste journalist in ons. Hij heeft meer dan 1 miljoen volgers. Hij heeft echt een heel groot platform. En toen zei ik dat al tegen hem. Dat was 2010, 2011. Mm-hmm. En toen zei hij tegen mij, maar hoe moeten we anders dan de bantamweight kampioen noemen? En toen was ik zo verbouwereerd dat ik dacht, we hebben namen. Ja. Er hoeft toch geen W voor te staan? Ja. Dat is een van de grootste dingen die echt mij wel
Bart hebben gespeeld. Dat snap ik heel goed. Maar hoe kijken jullie nu naar je eigen sport? Wat voor ontwikkelingen zien we daar? Positief, negatief? Nou, in het handbal in Nederland, dan gaan de vrouwen, die krijgen een stuk meer aandacht. Dus dat gaat best lekker. Dat gaat inderdaad best lekker, ja, dat de mannen nu een beetje bij moeten poten. En die gaan ook steeds wat beter. Dus, maar vrouwen krijgen toch wel meer aandacht. In het buitenland daarentegen is dat weer heel anders. Maar wereldkampioen geworden en daarvoor hoge titels gehaald. Dus dan komt toch er meer aandacht voor. En dan zien mensen, oh, handbal is eigenlijk toch wel een hele leuke sport. Dus laten we dat eens kijken. Dus het heeft ook volgens mij heel erg te maken met zendtijd. Van wat zenden we uit? En vrouwensporten zijn heel erg leuk. Ja. Dus dat mag ook meer zeker op tv. Ja. En Marloes? Hoe staat het met... het gaat steeds beter. Maar wel een ontwikkeling die ik zie is dat bijvoorbeeld... omdat vrouwen zo'n heftige sport doen, het is wat anders dan tennis. En omdat zoveel mensen heftige emoties hebben bij vechten... dat is zo ubermannelijk. Zie je dat heel veel vrouwen bepaald excuusgedrag gaan vertonen. En we zien dus heel veel vrouwen, je uiterlijk is je kapitaal... dat zien we nog steeds in de sport... Die OnlyFans pages gaan openen. Ja. En dat doen de mannen niet. De mannen worden nu bijgehaald om weer het podium, zeg maar, weer meer sportief te maken. Maar die vrouwen die gaan dus vechten. Zijn professionele atletes en die gaan dan. En ik heb daar niks op tegen. Don't get me wrong. Via seksualiteit, echt, maakt me helemaal niet uit. Maar ik vind het wel typisch dat het alleen die vrouwen zijn die pages gaan openen. Omdat er nadruk ligt op het uiterlijk. Ja, en als vrouw, en ik ben heel benieuwd of jullie dat ook hebben meegemaakt. Maar in mijn sport word je daar indirect echt wel opgestuurd om met je uiterlijk als kapitaal in te zetten. Ja, dus even los van of mensen dat kiezen om dat te doen, want dat is inderdaad hun vrije keus, dat er gewoon nadruk ligt op het uiterlijk en dat dat ook vanuit de sport gepusht wordt. Subtiel, hij is onze maatschappij. Hij is niet alleen sportbreed, het is onze hele maatschappij. Maar ik heb dat echt wel, ik heb daar heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Maar en als ze het wel doen, is het ook helemaal prima. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd hoe dat voor jullie is geweest. Nee, ik herken dat eigenlijk helemaal niet. Ik denk wel dat wielrensters heel lang geassocieerd zijn met manwijven. En dat er wel vanuit de sport zelf dus een tegenbeweging is gekomen van... ik wil laten zien dat ik een vrouw ben. Nu moet je wel bij wielrennen je realiseren dat we een helm op hebben en een bril op. Dus je ziet eigenlijk heel weinig van de vrouwelijkheid. Maar bijvoorbeeld gelakte nagels. Maar ook nu als je naar het vrouwenpeloton kijkt... wordt echt heel veel aandacht besteed aan nail art. En dat is natuurlijk, kan je van zeggen, lekker tuttig. Maar aan de andere kant is het wel een manier om jezelf ook te onderscheiden. Ja. En om je misschien ook los te trekken van het frame van de manwijf. Ik weet niet hoe dat... Maar het is niet zo, ik heb niet het gevoel dat gepusht wordt. Want er zijn ook genoeg vrouwen in het vrouwenpeloton... die daar helemaal niets mee hebben. Ja. En ik heb niet de indruk dat die druk voelen... dat ze ook ineens hun nagels moeten lakken. Ja. Maar krijgen die vrouwen, hoe zit het dan met sponsorcontracten? Die vrouwen die niet met hun uiterlijk bezig zijn... en dat niet zo profileren, verdienen die net zoveel... als de vrouwen die dat heel erg... Ja, in het wielrennen word je gesponsord door word je betaald door je ploeg. Dus de sponsor is de sponsor van de ploeg. Je hebt niet nog additionele sponsoren. Nou ja, sommigen hebben dat wel, maar je kan daar niet zoveel mee. Want je mag het eigenlijk niet echt uitdragen. Omdat je contractueel vastzit aan de sponsoren van je ploeg. Dus ik denk dat misschien daar ook wel heel veel ondervangen wordt. Het is een goed businessmodel voor MMA. En Marijn, ik was toch even benieuwd van... het gaat nu lekker met het wielrennen voor de vrouwen. Wat kan de rest van de sportwereld daarvan leren? Nou, de rest van de vrouwen die in die sportwereld rondlopen. Of de rest van de sport waar het misschien nog niet zo lekker gaat. Ja, ik denk wat je daarvan kan leren is dat toch echt wel... maar hier hebben we de mannen ook echt bij nodig. Mm-hmm. Dat het belangrijk is voor de hele sport. Dus niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen en andersom. Dat vrouwen goed zichtbaar zijn. Omdat het de sport opener maakt voor iedereen. En uiteindelijk hebben we daar allemaal heel erg veel aan. Ja. Je ziet het in het wielrennen nog steeds wel dat... over wielrenners is heel veel te doen. Vooral die mannen die op zondagochtend doen alsof ze Mathieu van der Poel zijn. Ja. Heeft iedereen echt een schurfthekel aan. Ik weet zeker dat jullie dat ook super vervelend vinden hier in de zaal. Maar je ziet wel als daar vrouwen tussen rijden... dat de sfeer vaak een beetje anders wordt. Mm-hmm. Je ziet vaak als clubs alleen maar uit mannen bestaan... dat vrouwen zich ook niet zo welkom voelen. Ja. Ik denk dat dat wel begint door te dringen in het wielrennen. Dat als je dat dus gemengd maakt... en ik denk dat de hele sport... maar goed, andere sporten zijn er veel beter in. Hè, want handbal is vaak... clubs zijn veel gemengder. Ja. Het zijn vaak veel meer mannen en vrouwen door elkaar. Ik denk dat je daar wel aan kan zien dat... ook als het gaat over grensoverschrijdend gedrag... vindt vaak minder snel plaats als er diversiteit is. Ja. Zeker. En als er nou één ding is wat jullie concreet mogen noemen... waardoor jullie sport gelijker of
beter zou worden voor vrouwen? Wat zou je dan zeggen? Eén concreet ding, het allerbelangrijkste. Nou, ik denk niet dat het zozeer vanuit de sport zelf zou kunnen. Omdat het op een het is heel erg als entertainment gestructureerd. Anders dan bijvoorbeeld. Ja. We zijn heel individualistisch. Ik denk dat. Ik werk voor Discovery. En daar ben ik de hoofdanalist, een commentator, als vrouw, als expert. Ik denk dat we het ook vooral van dat soort dingen moeten hebben. Ja, ook weer een stukje zichtbaarheid. Wat ik hier en vrouwen als experts inzetten en niet als een presentatrice. Mm-hmm. Ja, duidelijk. Delijne? Ja, het gaat al wel zo lekker met handbal. Maar als je nog even één dingetje mag aanstippen waarvan je denkt van dat zou echt fijn zijn om het gelijk te trekken. Misschien ook wel gewoon salarissen in het handbal. Mm-hmm. Wat ook gewoon echt wel veel gelijker getrokken mag worden. Ja. Nou ja, dat merk ik dan ook wel heel erg. Als je dat van bovenaf oplegt, dat er heel veel weerstand tegen komt. Ik vind trouwens wel dat bonden die andere oogmerken hebben dan puur commercieel, dat die mannen en vrouwen gelijk zouden moeten betalen. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook een eeuwige discussie. Van ja, als de markt het niet betalen wil, dan is dat ook gewoon wat het is. Je ziet dus nu in het vrouwenwielrennen dat plotseling met de komst van de Tour de France Femme het heel interessant wordt voor sponsoren. En dat is ook in een paar jaar tijd dat gigantisch is gegroeid wat vrouwen verdienen. Ja. En eigenlijk is dat het beste bewijs dat je dus ook het wel aan de markt over kan laten. Ja. Zolang er maar, en dat is misschien mijn punt dan, ik heb het ook al een paar keer genoemd, er een bewustwording is van het feit dat als je alleen maar mannen in alle lagen hebt, dat ze dus ook mannen gaan laten zien. En dat het niet erg is, maar als je bewust van bent dat het ook goed is om vrouwen te laten zien, dan geef je de sport uiteindelijk een kans. Ja. En je geeft het geen kans als die bewustwording er niet is. En als je er wel is en je kiest ervoor om vrouwen alsnog niet te laten zien, dan vind ik eigenlijk dat je helemaal niet zo goed bezig bent maatschappelijk gezien. Nou, op dat geweldige punt gaan wij ook een punt zetten. Mag ik nog een hartelijk applaus voor Marlies Koenen, Delijne Amega en Marijn de Vries. APPLAUS